Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met Maureen Koolhof. Ze is geboren in Leiden als een van een drieling. Vanaf haar vijfde groeide ze op in Waarland en volgde de middelbare school in Heer Hugo Waard. Ze ging naar de kunstacademie in Groningen en daar kwam ze in aanraking met 3D-straattekenen. Vervolgens studeerde ze 2 jaar haar Edinburgh Atelier of Fine Art in Schotland. Hier ontstond haar liefde voor het schilderen van stillevens in olieverf. Maar er is meer. Ze deed ook masterclasses in 3D-straattekenen. En ze geeft zelf straattekenworkshops en is in de zomer te vinden op festivals in Nederland, Europa. En ze gaat in november naar Amerika om daar het Sarasota Festival mee te doen. Straatkunst. Je maakt een tekening op straat. Ja, dat klopt. En hoe begin je dan? Nou, ik begin eigenlijk altijd met mijn ontwerp. Dus vaak vraag ik bijvoorbeeld aan het festival of er een thema is. Nou ja, soms worden we helemaal vrijgelaten. En dan kijk ik ook echt naar de plek toe. En wat ik altijd doe, als ik dus echt ga beginnen, is dat ik altijd met stoepkrijt begin. Maar ja, je maakt fouten, je moet heel groot werken. Dus ja, als je dan al meteen met verf aan de slag gaat, dan moet je dat weer weghalen. Dus ik doe altijd eerst met krijt. En als het dan helemaal goed is, dan ga ik hem inschilderen. Maar hoe groot moet ik denken? Minimaal 2 bij 4 meter. Maar eigenlijk hoe groter, hoe beter. Dus we hebben ook wel een keer wat van 20 meter gedaan. Meid. Ja, ja, nou dat is fantastisch. Dan werkt het effect gewoon heel goed. Omdat je dan ook echt erin kan gaan staan. En dan ben je echt onderdeel van het kunstwerk. En dat is het leuke van straattekenen. Dat je dus op het werk mag poseren. En dan dus echt deel van het kunstwerk bent. Ik vind het ongelooflijk, maar goed. Wat voor materiaal gebruik je? Je zegt nu stoepkrijt, maar dat is natuurlijk zo blijft het niet. Het wordt ingevuld. Ja, dus meestal begin ik met stoepkrijt. En in Nederland zijn er vaak festivals of bedrijven dat we met verf aan de slag mogen. Dus dan of acrylverf of latexverf. En dan blijft het echt een paar maanden staan, ongeveer 3 maanden. In het buitenland mag het niet altijd blijven staan. Dus soms is het gewoon met pastelkrijtjes, een paar regenbuitjes weer weg. Of plakkaatverf, dan is het 2-3 weken weg. Dus ja, ik vind het natuurlijk leukst als het met acrylverf mag. Want dan kunnen mensen er ook een stukje langer van genieten. Ja, ja, ja. Hoe reageert het publiek als je aan het werk bent? Want als je begint en ze komen lopen langs, dan is er nog niks. Nee, in het begin is zo grappig. Want het ziet er gewoon niet uit in het begin. En dat zeggen mensen dan ook. En dan zeggen ze, nou, wat gaat dit worden? En ik zeg, kom over een paar dagen maar terug. En hun reactie is dan zo leuk. Want de meeste mensen zijn dan heel verbaasd dat ze dan echt het 3D-effect zien. En denken van, hoe kan je van zo'n tekening naar uiteindelijk zo'n 3D-tekening komen? Ja, ik begrijp het ook niet hoor. Ik begrijp het ook niet. Ik dacht dus ook, 3D-tekeningen is zoiets als een zandkasteel. Er komt een buiregen en het is weg en de zee komt, is het ook weg. Maar ik zag op je website dat street art ook bijgewerkt kan worden. Ja. En hoe gaat dat dan? Dat is meestal na een jaar, dus dan zie je de tekening vaak nog wel. Maar het wordt eigenlijk steeds vager, dus dat de kleuren minder intens zijn en dat het beschadigd is. Maar dan kan ik hem in 1 dag bijwerken, omdat de tekening er dus nog staat. Dus dan gaat het echt alleen maar om de kleuren weer goed te krijgen, de lijnen, de details. Dus in een dag, tenzij die heel groot is, 2 dagen is hij weer helemaal als nieuw. Maar hoe lang ben je er oorspronkelijk mee bezig? Vanaf het stoepkrijt, vanaf het begin tot aan het eind? Ja, meestal 2-3 dagen. Oh, toch een beetje 2 bij 4 meter. Maar dan ben je vaak wel 10-11 uur op een dag aan het schilderen. En ben je ook afhankelijk van de ondergrond? Ja, ik vraag altijd wel van tevoren van oké, wat is de ondergrond? Want niet alle ondergronden zijn geschikt. Het liefst wil je gewoon asfalt hebben. Ja. Of tegels die een beetje groot zijn, dat je niet te veel tussenstukken hebt. Want dat is lastiger voor 3D-effect. En binnen doe ik het ook wel eens. Maar dan doe je het bijvoorbeeld op vinyl of PVC-folie. En dan kan je dan een laag gesso overheen doen. En dan heb je eigenlijk ook een goede ondergrond. Ja, en dat blijft langer natuurlijk goed. Ja, want hier in de binding ligt hij nog steeds. En dat is ook al meer dan 2 jaar. Waar? Ja, bij het tussenstukje. Oh. Ja. Nou, voor de mensen hier in huis. Je kan straks even gaan kijken. Ja. Je reist veel. Je gaat naar Amerika in november. Ja. Vertel eens waar je al geweest bent.
En ik ben al 1 keer in Amerika geweest. Een paar jaar terug in San Francisco, ook voor een festival. Verder veel in Europa. Dus Nederland veel, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië heel veel. En waarschijnlijk ook nog Australië aankomend jaar. Oh meid, ja, wat leuk. Maar hoe kom je daar dan? Want ga je er op de Bonnefoy heen? Of hoe kom je bij zulke uithoeken? Je moet je wel aanmelden. Dus de meeste festivals moet je een portfolio sturen. Oh. En dan hoor je dus of je mee mag doen. Je moet toegelaten worden. Ja. Ja. Dus dat is altijd spannend. Dus daarom is het ook belangrijk om aan andere festivals mee te doen. Ik doe ook veel eigen projecten om een portfolio op te bouwen. En dan is het afwachten. Je hebt al een hele mooie portfolio. Oh, dankjewel. En ik ben tot de ontdekking gekomen dat als u dat wil zien en ook echt zien, dan moeten we even naar Maureen Koolhof met dubbel F op Instagram. Echt fantastisch, die kleuren. Ik vind het ongelooflijk. In je straatontwerpen komen vlinders, auto's, astronauten, maar ook een prachtig klassiek glas-in-loodraam voor. Heb ik allemaal op Instagram gevonden. Hè? Ja. Waar haal je je inspiratie vandaan? Oh, dat is zo verschillend. Nou, vlinders, dat is iets wat heel vaak terugkomt, omdat ik in een vlindertuin vroeger gewerkt heb. Dus dan was ik eigenlijk continu omringd door vlinders en dat heeft mij heel erg geïnspireerd. Dus dat is iets wat ik eigenlijk best wel vaak meeneem in mijn werk. Soms dan is het gewoon als ik op straat loop. Soms heb ik een idee in mijn hoofd. Maar ja, veel kleur. Ik wil echt dat mensen blij worden van mijn werk. Dus daarom doe ik altijd veel kleur in mijn werk. Maar de inspiratie kan op allerlei manieren komen. Soms ben ik gewoon met een ontwerp bezig. En dan denk ik ineens van, oh, dit lijkt me leuk om te doen. Ja. Want ze zijn wel bijzonder. Ja, het is niet echt voor de hand liggend. En je muurschilderingen, want die maak je natuurlijk ook. Dat is die zijn verbluffend. Oh, dat vosje wat als het ware naar je toe stapt uit de muur. Oh, en die uil die uit die wand lijkt te vliegen. Hoe doe je dat? Ja, dat is ook een soort 3D eigenlijk. Ja, maar heb je dat is het zeker. Maar heb jij zo'n tekening dan in je hoofd als je begint? Ja, ik heb wel een ontwerp gemaakt van tevoren. Dus kijk, bijvoorbeeld een gat in de grond, als je een 3D-tekening maakt, dat kan ik wel uit mijn hoofd. Maar voor de L had ik wel echt een ontwerp gemaakt. Dat was bijvoorbeeld geïnspireerd op Harry Potter. Ja, dat kwam er helemaal uit. Ja, geweldig. Ja, maar dat zijn ook, dat zijn voor mij echt oefeningen. Dus ik wil ook meer gaan doen met muurschilderingen. Dus het was ook, de Vos was in overleg met de locatie waar ik aan de slag was. En daar was dan op 2 muren. Dus dat was dan ook wel een uitdaging van tot hoever moet je hem uitrekken om alsnog dat effect te krijgen. Ja, en je vos moet natuurlijk professioneel blijven. Hè? Ja, dus daar begin ik dan wel met verf. Maar omdat ik er dan nog overheen ga, weet ik dat als mijn schets daar niet helemaal klopt, dat ik het nog kan aanpassen. Oh ja. Maar eigenlijk voor mij helpt het gewoon om het erop te zetten en dan dingen bij te werken, omdat je dan kan zien of de verhoudingen kloppen. En dan zeker een paar stappen eraf gaan om te kijken of het helemaal klopt allemaal. Ja, want ook daarbij is het eigenlijk dat het vanaf 1 punt werkt. Dus dan zet ik altijd of voetjes op de grond of met duct tape. Dat mensen ook weten, daar moet ik staan en dan werkt het effect. Ja. En ik zeg nog even Instagram. Mm-hmm. Maureen met OU, dubbel E en dan Koolhof met 2 F's op Instagram. Wat ik me ook afvroeg, die festivals. Ja. Je zegt, die werken op thema. Ja. Wanneer weet je dat thema? Want dat weet je nog niet als je inschrijft. Nee. Nou, als je dan hoort dat je mee mag doen, dan hoor je vaak het thema. Maar niet alle festivals hebben thema. Maar noem eens een paar van die thema's. Er is een festival in Italië, in Grazie. En die heeft eigenlijk altijd een thema met de kerk gerelateerd. Wat bedoel ik? Ja. Soms moet je gaan graven bij jezelf. Ja. Leg dat eens, wat heb je daar gemaakt? Dit jaar was wat makkelijker, want dat was jubileumjaar. Dus ik was er samen met Sjoerd. En toen hebben wij dus een werk van Dante gemaakt. Dante Inferno. En iedereen kreeg dus een klein stukje daarvan. Dus in dat opzicht was het dit jaar heel makkelijk. Omdat je dus gewoon een aantal personen kreeg die erin moest zijn. En een aantal objecten. Dus dan had je eigenlijk een goede leidraad voor je ontwerp. Was het de hel van Dante? Nee, toch? Nee, wij zaten in paradijs. Ik was zo blij. Ja, want die hel is niet erg leuk om te zien. Nou,
Sommigen die hadden wel echt iets gemaakt dat je niet meteen zag dat het in hel zat. Sommigen wel. Sommigen waren daar heel blij mee. Sommigen niet. Dus die hebben een eigen draai eraan gegeven. Maar ja, ik was het heel blij. Was het een muur of een straattekening? Het was een straattekening. En er waren 150 kunstenaars. Wow. En dan heb je dus, nou, normaal heb je 24 uur de tijd. Nu hadden we iets langer. Maar dat is alleen maar met krijt en met pigmenten. En dan ben je dus ook in de nacht aan het tekenen, omdat het dus overdag zo warm is. En dan heb je dus een vlak van 2,5 bij 3 meter. Met krijt? Met krijt. Wauw. En ja. 24 uur? En nu hadden we wat langer, maar normaal is het 24 uur. Ja. Goh, geef nog eens een voorbeeld. Even denken. Zo'n festival met een thema. Want weet je waarom ik dat vraag? Ja. Ik kan me zo voorstellen dat er een festival is. Je bent toegelaten, je bent hartstikke blij. En dan komt er een thema dat je denkt van, wat moet ik ermee? Ja, dat heb je soms ook. Ja. Nee, in Nieuwegein was er een festival en dat thema was inclusiviteit, wat een heel mooi thema is. Alleen het is heel lastig om dat in beeld te gaan brengen, omdat je eigenlijk, ik ging googlen en dan kom je met handen, de regenboogvlag. Maar ja, niet iedereen kan hetzelfde gaan doen. Dus daar heb ik wel echt lang moeten nadenken van oké, hoe kan ik toch het thema laten zien, maar dat het niet standaard is wat je eigenlijk overal al ziet. Wat heb je gedaan? Toen heb ik regenboogparkieten gemaakt. Ach, wat leuk. En was dat ook een straattekening? Ja, dat was zo'n 3D-straattekening. Wat een goed idee. Ja, en dan was er een soort boomstam tussen. En dan konden mensen dus daartussen gaan zitten. Dus oh, het had wel met het thema. Maar ik vind het dan wel leuk dat je niet meteen ziet wat het thema is. Ja. Leuk. En je kleuren kwamen daar goed in. Oh ja, daarom heb ik die ook gekozen hoor. Dat was top. En je hebt prijzen gewonnen. Noem daar eens wat van. Vertel daar eens iets over. Ja, dit jaar is het echt best wel een aantal prijzen. Dus dat is een hele leuke verrassing. In Frankrijk, in Toulon, was ik op een festival. En daar had ik zowel de publieksprijs gewonnen als de prijs in mijn categorie. Dus zo. Dat was echt een hele eer. En wat heb je daar getekend? Of was het ook weer een straattekening? Ja, was ook een straattekening. Daar hadden we 2 dagen voor. En dat was Olympische Spelen was het thema. Omdat de Olympische Spelen nu in Frankrijk zijn. Dus toen heb ik een portret gemaakt. En dat was dan een godin van het rennen. Dus ja, je zag niet meteen wat dat was. Maar het was wel een verwijzing naar de Olympische Spelen. En dan met Olympische ringen. En okay. Dan, en wat kreeg je dan als prijs? Ik had 2 oorkondes. Ik had een set met Posca-markers en nog geld. Oh, wat leuk. Dat is tenminste praktisch. Ja. Leuk. En heb je nog meer prijzen gewonnen dit jaar? Ja, waar? In Duitsland. Eerste prijs. Oh, dus dat was leuk. Was ook op een festival. En dat had ik ook nog nooit gewonnen. En dat was dan publieksprijs. En daar was het thema sci-fi. Dus ik had een soort avatar-schilderij had ik daar gemaakt. Oh, dat ligt helemaal in jouw lijn. Oh, was zo leuk. Allemaal kleuren. En ja, dat was helemaal top. Ja, wat en, leuk. Nog in Italië dit jaar. Dus dat was ook wel heel speciaal. Ook een prijs. 2e prijs. Maar daar heb je eigenlijk verschillende categorieën. Dus je hebt de Simplici, daar begint eigenlijk iedereen in. Kwalificatie is de soort tussencategorie en een maestro. En uiteindelijk wil je naar de maestro toe. Ja. En ik had nu samen met Sjoerd 2e prijs in de kwalificatie. Dus dan ben ik volgend jaar maestro. Oh. Ja, dus dat is een hele eer. Wat ga jij lekker. Oh, ik ben helemaal dankbaar en verbaasd. Ik ben trots op je. Oh, dankjewel. Oh, wat leuk. Dankjewel. Zo'n klein meisje, zo internationaal bekend. We gaan even weer met 2 benen op de grond. Mm-hmm. Je geeft les bij triade in tekenen, schilderen en workshops. Ja. Waaronder een Bob Ross workshop. Ja. The Joy of Painting. Oh, dat is fantastisch. Hoe kwam je daar nou op? Een collega van mij, Françoise, is daarmee begonnen. En dat heb ik overgenomen. En we zijn dat eigenlijk gewoon een keer gaan doen als test. Omdat, ja, je ziet het natuurlijk online, op YouTube. Maar dat sloeg dus zo aan dat we dus dat... Om de zoveel weken geven we dat daar zo. En ja, dat is fantastisch. Dan maken mensen dus in 2 uur hun eigen Bob Ross werk. Iedereen zit helemaal onder, maar iedereen gaat blij naar huis. Heeft lekker geschilderd. Dus ik heb zelfs wel gezien dat hij een bezem gebruikt. Echt? Oh, ja. Wow, ja. Die gebruikte alles om te schilderen. Hè? Nou ja, dat. Maar wat een idee dat die man op zo'n manier onsterfelijk wordt. Ja, dat is toch mooi. Triade, wat vinden we dat? Triade in Den Helder. Oh, dat is een eindweg. Ja. Ja. Nou werk je ook in opdracht. Ja, klopt. Wat wil zo'n opdrachtgever nou bijvoorbeeld? Oh, dat is heel verschillend. Ja, vaak is het bijvoorbeeld voor evenementen. Dat ze bijvoorbeeld een evenement willen opvrolijken. Maar dat is de straat. Ja, dat is de straat. Ja.
Maar ik neem aan dat je ook opdrachten hebt voor muren. Ja, af en toe. Ja, dus daar ben ik eigenlijk ook mee bezig om daar in mijn portfolio uit te bouwen. Omdat ik dat ook heel leuk vind om te doen. Kun je daar voorbeelden van geven? Kunnen wij ergens een muur van jou zien? Ja, in Herengewaard. Aan de Middenweg is er eentje. Daar hebben Sjoerd en ik hebben tegenover de Wibra op een huis hebben wij een schildering gemaakt. En dat is een soort poort naar het soort van paradijs. Met ijsvogels, paddenstoelen, bloemen. Het is een heel vrolijk en lieflijk geheel. Dat is eigenlijk wat ze wouden. Dat hebben we daar gedaan op de voorkant van het huis. Dus eigenlijk als je daar loopt, dan zie je de muurschildering daar zo. Wat leuk. Ja. En wat zou je nou graag willen? Eigenlijk een combinatie. Dus dat je eigenlijk het hele jaar aan het straattekenen bent, muurschildering aan het maken bent, maar dan het hele jaar door. Dus het is wel al dat steeds langer doorloopt. Nu een beetje vanaf mei tot en met november. Maar het lijkt me fantastisch als ik over 5 jaar het echt fulltime kan doen. Dus dat je het hele jaar overal en nergens bent. Ben je niet veel in Nederland meer? Nee, dat lijkt me fantastisch. Gewoon de hele tijd overal en nergens zijn en lekker schilderen. Hey, maar Saratoga, hè? Je bent toegelaten. Ja. Wat is het thema? Iets met bloemen. Nou, want ze gaan ook iets met bloemen doen dit jaar. Dus verder zijn we best wel vrij. Dus wij willen iets met een alligator gaan doen. Omdat er alligators zijn in Florida. En dan een soort strand. En dat de alligator op het strand zit. En dan dat je dan op de handdoek naast de alligator kan gaan zitten. Oh, wat leuk. Ja. Maar waar laat je die bloemen dan? Die komen er ook. Dus we gaan kijken wat voor bloemen daar zijn. We willen bijvoorbeeld ook dat de alligator een soort Hawaii-shirtje draagt met van die bloemen erop. Dus een beetje karikatuur. Eigenlijk wel. We willen niet letterlijk bloemen, want we hebben dat gezien bij anderen dat er heel veel bloemen komen. En we gaan een soort illusieroom daar maken. Dus eigenlijk een soort kubus. Dus dat je eigenlijk de muur hebt aan twee kanten en de vloer. En dan kan je er echt in gaan zitten. Dus voor 3D-effect. Mag je dat doen? Ja. Je krijgt er een muur ook bij? Ja. Oh, wat gaaf. Ja, dus daar hebben we zoveel zin in. Ja, dat is gewoon heel leuk voor 3D-effect ook. Ja, dat is natuurlijk maar zelden dat je er een muur bij krijgt. Ik bedoel, ik heb wel los gedaan steeds. Maar die combinatie werkt gewoon echt heel goed. Ja. Wat ontzettend leuk. En wat kunnen we voorlopig verwachten? Kunnen we je ergens nog op de straat? Het klinkt ook niet, hè? Kunnen we je nog ergens op de straat tegenkomen? Ja, ik ga Eens even precies, want ik denk dat mensen toch wel nieuwsgierig zijn geworden. Instagram, Maureen Koolhof. Ja. Dat ze ook wel iets van je echt willen zien. Nee, ik ben toevallig op 1 september op Mixstream in Herengewaard. En daar ga ik dus ook een straattekening voorbereiden. En ik ga dus ook letterlijk op die dag zelf daar een schildering maken. Dus dan kunnen mensen me aan het werk zien. En ik vind het altijd leuk om met mensen te praten. Dus alleen maar leuk als ze langskomen en een praatje willen maken. Ja, Mixstream is gewoon zo gebonden aan Herengewaard. Ja. En het is zo'n groot muziekspektakel. Ja. Dat het is gewoon een hele mooie combinatie met kunst. Ja. Stel nou voor je krijgt een expositieruimte tot je beschikking. Mm-hmm. Maar je mag niet op de grond tekenen. Daar ligt heel mooi marmer of zo. Ja, dat tekent wel lekker, maar dat mag niet van de eigenaar. Ja. Hij wil eigenlijk ook zijn muren wit houden. Wat heb je dan nog meer? Ik zou ook schilderijen kunnen ophangen. Maar ik zou ook illusieschilderijen daar kunnen laten zien. Maar dat je dus niet letterlijk op een muur of de vloer doet. Dus dat je alsnog... Wat is een illusieschilderij? Vertel. Zo'n 3D-schilderij. Dus bijvoorbeeld het idee dat bijvoorbeeld een gat in de muur zit. Of dat er een gat in de grond zit. Want als ik bijvoorbeeld op PVC-folie, een soort vloersticker is dat. Of op vinyl, dan kan je het alsnog binnenleggen. Maar zit je niet letterlijk op de grond. Of op een schildersdoek doe ik het ook wel eens. Dus ja, lijkt me wel leuk om dan alsnog hele grote illusiewerken te maken dat binnen. Dat is ook leuk. Ja. En op de muur heb je dan ook niet de randen van het schilderij. Want dan is het effect weg natuurlijk. Ja, je maakt een soort doorkijkje. Folie. Kijk, als je de randen doet van het schilderij, meestal maak je een soort doorkijkje. Werkt voor het 3D-effect ook wel beter. Want zeker op de grond moet je een soort... Je kijkt altijd van boven, dus je maakt een soort gat in de grond. Ja. Omdat het anders heel gek is dat er ineens bijvoorbeeld een dier uitkomt. En ze zouden het op de muur ook kunnen doen. Bijvoorbeeld een soort raam waar je dan doorheen kijkt en waar dan iets uitkomt. Er komt altijd iets uit. Ja, dat is voor 3D-effect werkt dat het best. Ja. Ik vond het zo leuk dat je er was.
Ja, en al die reizen die je maakt en dan toch nog even de tijd hebben om hier opname te komen maken. En ik wil eindigen met een hele mooie spreuk van jou. Maureen hoopt met haar werk de wereld een beetje mooier en kleurrijker te maken. Klopt. Leuk dat je er was. Dankjewel. Dankjewel. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.